Let op, kijk even naar het volgende plaatje. Voordat ik dit filmpje ga plaatsen, wil ik graag eerst even duidelijk aangeven dat het allemaal nieuwsberichten zijn die uit de daadwerkelijke nieuwsomgeving komen, dus de mainstream media. Daar een onderdeel over uitpik en daar mijn mening over geef. Dus verder is het een soort van fabeltjeskrant. Ik lul maar een eind uit mijn nek en ik probeer iedereen een beetje te vermaken. Het is één groot drama in de wereld. We gaan kapot, we gaan eraan. Wat vandaag in en om het nieuws opvalt, is dat het ook gaat over vliegen. En dat we er nog lang niet vanaf zijn. Nu is het mooie. Over het gehele internet zie je overal filmpjes. Niet alleen op TikTok. Ook op YouTube, op Google. Overal waar je maar kan bedenken zie je filmpjes voorbij komen. Van Bill Gates met vliegenboerderijen. Nou, daarnaast zie je ook nog allemaal interviews. Waarin hij dat vertelt, dat ze vliegen aan het kweken zijn. It's like genetic manipulation. Where are we on that? In the lab. Now malaria is, of course, transmitted by mosquitoes. I brought some here so you could experience this. We'll let those roam around the auditorium a little bit. There. There's no reason only poor people should have the experience. Los gaan laten. Komt ook gewoon in het normale nieuws. Maar nu is het gekke. Het is zo gek dat er zoveel vliegen zijn. Heel erg gek. Er is gewoon een hele gekke meneer in Amerika met veel te veel geld en veel te veel macht. Waaronder geld en macht in het WAO. En die pompt die vliegen gewoon de wereld in. En nu doen we net of ligt het aan hele andere dingen. Dit is echt bijzonder aan het worden, vind je ook niet? En dan wil ik het ook nog even met jullie hebben over Partij van de Dieren. Het is net of je naar een toneelstuk zit te kijken. Ik weet niet hoe jullie het zien, maar ik vind het net een toneelstuk. Er gebeurt van alles en het is allemaal politiek drama. En nu is het weer Partij van de Dieren. Het zijn ook van die linkse gekkies trouwens. Voor zover je het linkse gekkies kan noemen, hun geloven gewoon ergens in. En dat moeten ze lekker zelf weten. Ik steun ze daarin. Maar ik heb andere ideeën, dus ik steun mezelf iets meer. Hoe vind jij die? Eerst stapt Esther Ouwehand op, daarna stapt die op en daarna stapt het raad van bestuur op. En nu mag Esther Ouwehand weer blijven. Het is één grote afleiding van wat er daadwerkelijk aan de hand is. Het nieuws brengt van alles om maar niet te laten zien wat er echt speelt. Dat moeten ze natuurlijk allemaal zelf weten, maar wij weten natuurlijk allemaal wat beter. En nogmaals, dit filmpje is geen opruiming. Ik breng geen gevaar. Ik wil niet dat mensen in opstand komen. Ik wil geen agressie opwekken. Het is allemaal bedoeld om gewoon met elkaar een onderwerp te hebben om over te spreken. En het is geen onderzoek, want het komt gewoon allemaal in het nieuws. En ik plaats gewoon dingen die in het nieuws zijn voorgekomen. En daar wil ik graag met mijn volgers over praten. Mag dat alsjeblieft, TikTok? Vinden jullie dat een goed plan? Beat me, hate me, you can never break me. Feel me, feel me.